It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En eindelijk, na een super lange tijd, spelen we weer een keer Call of Duty Modern Warfare 2. Ik heb hem weer gevonden natuurlijk, dus vandaar dat we gaan spelen op de map de Bacara. Ja, ik weet nog wel hoe die heet. Er komen hier twee mannen aan. Ik heb één, komt eentje hierheen. 3, 2, 1. Spelen Capture the Flag, by the way. Dat was een van de chillste gamers, omdat er bijna, let op mijn woord, bijna geen hackers in zitten. Ik speel met de ACR 6.8 Silencer en Kick, geloof ik. Waarom ik er Kick op heb staan is dat je geen, het is een soort van, nee, Focus is het. Dan hoef je, krijg je geen swing als je wordt geraakt door een kogel. Maar we gaan natuurlijk gewoon kijken wat we vandaag kunnen gaan doen. Laat even in de serie of in de comments achter. Misschien wel iets van een serietje die ik op MW3 kan gaan doen. En wat misschien ook wel leuk is. Is om. Wat wil ik zeggen? Gewoon elk potje dat ik MW3 speel. Voor een mo-op te gaan. Dus dat is misschien dan ook wel misschien een leuke serie. Dus dat kunnen we ook wel gaan doen. Wow. Wow, dus ik laat gewoon naar jullie achter. Ik zal me even te concentreren, want ik hoorde hem lopen. En nu zijn we UAV. Ik heb toch. Arm wordt genaaid. Is het een hacker? Of liep ik gewoon langs hem? Nou ja, hoorde me. Oké, dit is gewoon echt puur ongeluk. We hebben nu een UAV. Dat is wel kut, maar ja. En ja, hoorde ik ook. En dan heb hij weer een sniper. De snipers in dit spel zijn echt te. Maar dan ook echt te overpowered. De sponsor nu ook fucked up. Oh, team met dit vlag, kut. Weg hier. Die moeten we weg. Holy shit, hoe heb ik dit overleefd? Die enemy was echt super schil. En hij ook! Fuck off, man! Enemy zijn nu UAV. Het zou wel lachen zijn als we even een live mob ophalen. UAV online. Nou ja, we kunnen het proberen. Niet geprobeerd is nooit iets gehaald, zo zeg ik het altijd maar. Ik weet dat het geen spreekwoord was, maar dat maakt me geen ene flikker uit. Hier ligt die vlag, dus daar ga ik niet heen. Wow, hoe heb ik dit overleefd? Er zit één rechts van me. Even niet waar hij loopt.
Dus go hebben we ook. Weg hier, weg hier, weg hier. Enemies weten nu al ongeveer waar ik dus was. Oeh, hij schiet. Kill hem maar. Krijg een assistje. Loopt er hierheen. Weg hier. Als mijn teammates even een UAV kunnen droppen, zou het wel leuk zijn. No. Nice, mijn teammate heeft een UAV, dat is leuk. Nee, kut, ik ben dood! Holy shit, ik wilde eigenlijk even streamen, want mijn streak was. Oh, kut, ik hoor hem lopen, maar ik knijf er weer eens mis. Ah, dat heb ik altijd, hè. Knijf altijd mis in het spel. Iedereen kan hier raar in knijven. En ik knijf weer mis. Maar er is misschien nog wel tijd voor een mo-op, ja. Als we heel snel gaan, moeten we nu echt heel hard gaan. Moeten we echt niet normaal hard gaan. Let's go, zo mogen we het zien. Vraag me niet hoe ik dit heb overleefd, want het is echt pure geluk gewoon. Teammates, je moet even die vlag nog laten, mooi zo. Zullen we met de construeren, jongens? Nee! Oh, swaggy girl. Kut! Ik ging zo lekker, man. Ik sta 39 om 4. Holy shit. Deze mensen zijn echt gewoon zo chill om tegen te spelen. Vandaar. Oké, ze is dood. Er zitten nog een paar boven. Dus ik gooi gewoon even een nade. Ik kreeg een hitmark. Weer een double kill. Dit potje hebben we sowieso gewonnen. Ja, ik pak die vlag wel even. Oh, wow. Zat er daar nog eentje. Oké, kom op jongens. Nog 3 kills. 4 kills, sorry. 1, 2, 3 neetje naar binnen. Geeft niemand van onze kill. Want die al dood zijn, zit er in mijn rug. Kom op team, maak uit die final kills. Dan is het potje afgelopen. Dan is dit potje afgelopen. Holy shit. Dit was echt een intensief potje, boys. Ja, dan ga ik nog een keer dood ook. Let's go. Dan hebben we nog de final kill hem ook. 44 om 7 uitgegooid. Jammer, nog geen mouw opgehaald. Maar dat komt misschien de volgende keer. Wel heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Laat alvast je blauwe duimpje omhoog achter. Natuurlijk, dat helpt mij natuurlijk enorm. En hoop jullie leuk te gaan zien bij de video van morgen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.